Marnix van Sint Aldegonde. Die brengen wij hier ere in de Pieterskerk in Leiden. Maar is dat wel terecht? Is Marnix van Sint Aldegonde wel de auteur van het Wilhelmus? Sommigen beweren dat Kornhert de auteur is. En weer anderen zeggen dat het een anonieme dichter is die het één keer is gelukt om een fantastisch gedicht te schrijven. Wij weten het niet, dus misschien moet de hulde wel zijn aan het adres van het Wilhelmus zelf. In ieder geval krijgt hij voor zijn betekenis voor de Nederlandse literatuur en het cultuurgoed een witte roos en een plaats in het Pantheon van het Letterkundig Museum.